Nou, Sophie Benting, sommige mensen zullen haar kennen uit de beschrijvingen en de boeken van Hella Haasse. Is een markante figuur die hier heeft gewoond. Zij had het kasteel geërfd. Doordat ze getrouwd is met de heer Benting, viel het na de scheiding aan hem. En ze heeft daar jarenlang voor gevochten, voor haar rechten, heel Europa doorgereisd, bij alle belangrijke mensen langs geweest om dat weer terug te verwerven. En uiteindelijk is dat gelukt. Elke laatste zondag van de maand hebben wij allerlei bewoners. En die kan je, zoals wij dat zeggen, toevallig ontmoeten. En dan dragen zij hun verhaal over. Op de dag van het kasteel zullen dus ook deze toevallige ontmoetingen plaatsvinden. Je kan dus een oude bewoner tegenkomen. Maar we zullen ook mensen hebben die buiten bij de bijenstal en in de moestuin ook hun verhalen delen over hun werk of over belevenissen die daar hebben plaatsgevonden.